Hoi, wat leuk dat je kijkt naar mijn nieuwe serie Dilemma's op de weg. Elke week stap ik met een andere influencer in de auto om die persoon toch wat beter te leren kennen. Op dit moment ben ik onderweg naar een hele speciale eerste gast. Vakka, schatje! Hey, hoe is het? Goed, met jou? Ja, leuk, goed. Als ik dat als ik douche, dus een strikje in mijn haar, zodat mijn haar even gewoon goed kan drogen. Maar nu, en allemaal crème en zo, dus dat zie je waarschijnlijk nu. Zie dit al die witte dingen? Ja. Dat is zeg maar mijn, dan wordt het zeg maar, die pukkels worden dan droog. Heb je al een beetje? Een heel klein beetje, ik maak altijd van die shakes. Die in een havermout, melk en kwark in heb je fucking veel calorieën en eiwitten. Oh, baba, helemaal van die gezonde sportshakes. Door de week ben ik dus zeg maar heel erg gezond op mijn lichaam. En in het weekend, ja, dan weet je het wel. Dan boeit echt niet, dan zie je dan gewoon. Dan gaat de foute kant op. Dan boeit me gewoon een party snacks anders, weet je wel. Ik dacht, we gaan even Mackie halen. Gewoon Mackie halen? Ja. Dat vind ik een fucking goed idee, ja. Is dat lekker? Het is wel fucking vroeg in de ochtend. Maar dat kan allemaal. Dat kan allemaal. Jezus, deze twee zusjes zijn echt oos. Wat wil je eten? Het is echt fucking... Hebben ze smiddag zo? Goedemorgen. Ja, ik ben nog heel even aan het kijken hoor. Eén vraagje. Hebben jullie alles al op het menu? Ja, helemaal goed. Eigenlijk is het heel faya, weet je wel. Je zou maar gewoon mayonaise kopen uit de supermarkt. En ik leg het in mijn huis en ik geef een andere zeg, hey, het is mellensaus. Maar het is gewoon mayonaise. Dat is wat Mackie doet. Jongens, dubbele espresso. Dat is echt lekker. Dan sta je strak van de cafeïne. Koffie krijg gele tanden. Echt? Ja. Maar ik poets echt heel vaak op een dag. Oké, ik heb zometeen 20 dilemma's voor. En die 20 dilemma's moet jij binnen 1 minuut. Moet jij zoveel mogelijk van die 20 dilemma's proberen te beantwoorden. En daarna gaan we het gewoon over de antwoorden hebben die je okay, hebt. Oké, let's go. Kan je het aan, denk je? Ja, zo vroeg nee, in de ochtend. Ik denk het niet. Let's go. 3, 2, 1. Space of T-Mac? Oh, space. Single of relatie? Wat hè? Single of relatie? Nu zingen. Single of relatie? Nu zingen. Single! Relatie. Modellenwerk of presteren? Fuck ouwe. Presteren. Nooit meer douchen of nooit meer tanden poetsen? Nooit meer tanden poetsen. Nooit meer douchen. Lijk je meer op je moeder of vader? Vader. Miljoen abonnees op je eigen kanaal of standaard mogen lopen voor Dior? Miljoen abonnees op eigen kanaal. YouTube of Instagram? Instagram. Wonen in de stad of buiten de stad? In de stad. Nooit meer seks of alleen nog met jongens? Nooit meer seks. Fuck man. Snel jongen! Op dit moment nooit meer seks. Eigen programma of in een bioscoopfilm spelen? Bioscoopfilm, eigen programma. Je bent alweer klaar. Ik ben zo slecht, ik wil het nog één keer doen. Ja? Ja, ik wil alle dilemma's doen. Het zijn lastige dilemma's. Ik had dit zo lastig verwacht, ouwe. We gaan ze gewoon alsnog beantwoorden. Ja. Ja. Oké, nooit meer sporten of verplicht 3 keer per dag? Verplicht 3 keer per dag. Slapen of op je rug of op je buik? Buik. Altijd vrienden of altijd familie om je heen? Altijd vrienden om me heen. Je ouders seks zien hebben of zelf betrapt worden? Zelf betrapt worden, man. Wintersport of zomervakantie? Zomervakantie. Meedoen aan Ex on the Beach of Adam zoekt Eva? Sex on the Beach, man. Lijkt me zo wel vat, hoor. Echt? Ja. Je zei Sex on the Beach. Oh, Ex on the Beach. Liever de cocktail? Ja. Liever 10 centimeter langer of 10 centimeter kleiner zijn? Kleiner, man. Naar bed met Chantal Jansen of Duitse Kroes? Chantal Jansen, man. Liever insecten eten of je eigen pis drinken? Insecten eten. Dat is echt gezond voor je. Doorbreken in Amerika of in Nederland? Amerika. Ja? Hoezo? Met Amerika is alles zo, de schaal zo veel groter. Als ik nu, zeg maar, hoe ik in Nederland nu soort van bekend ben, als dat in Amerika was, dan had ik miljonair geweest. Ja, maar je hebt nu bijvoorbeeld heel erg dat als je echt over straat loopt, dat je wel is aangesproken. Ja, maar dan ben je wel gelijk een wereldster als je Amerika. Ja, nee, maar ja, dat is in Amerika doel, ja. Zou dat wel wat minder zijn. Nee, maar sowieso wil ik misschien over nu in een aantal jaar ook switchen naar alles Amerika. Ja? Ja, ben ik wel van plan. Maar dat is echt omdat je daar een groter bereik hebt? Of dat is, je meer dat is, mensen dan... Dat is echt omdat ik het leven überhaupt een beetje als een rollercoaster zie. Ik denk dat alles mogelijk is. En ik denk, als jouw bedoel is echt gewoon als persoonlijkheid bekend staan. Ja. Met de dingen die je doet. Dan is Amerika een betere optie dan alleen Nederland. Maar dan moet je eerst gewoon even alleen Nederland uitgespeeld hebben. Ja, precies. Ja. Maar we hebben nog gelukkig dat we zo jong zijn. Althans, ja, ik ben net 18. Ja, daarom. Dus je kan echt nog heel veel kanten op. Ja. Je hebt nog echt de keuze. Ja. En je doet natuurlijk modellenwerk, dus misschien moet je nog wel een keer naar Amerika voor modellenwerk. Ik zal nog een paar keer naar Londen, Milaan of Amerika moeten. Ja? Voor wie wil je echt nog graag een keer lopen? Nee, ik heb dus voor Armani gelopen afgelopen maand. Ja, dat was heel vet. Dat is heel vet. Ik wil heel graag nog voor Versace lopen. Ja.
En uiteindelijk Gucci of van Louis. Alleen Gucci doen ze alleen, niet verkeerd bedoeld, maar Gucci doen ze alleen echt modellen die echt heel lelijk zijn. Maar ik vind jou wel passen. Als je, ik zag laatst een foto op jouw Instagram profiel. En toen dacht ik echt van, oh, dit zou wel een Gucci model kunnen zijn. Dat was, deze foto was dat. Ja, lijp hè. Dit zou wel, ik zou hem even in beeld zetten. Ja. Deze foto, die ja. is wel... Precies, ja, nu probeer ik allerlei stijlen aan te houden, waardoor klanten natuurlijk kunnen zien, oh, hij kan meerdere kanten op. Ja, precies. Dus ja, maar modellenwerk is wel echt een poppenkast hoor, dus het is niet waar ik in wil. Net zei je ook modellenwerk of presenteren, zei ik presenteren volgens mij. Ja. Dat is, de modellenwerk is gewoon voor nu heel leuk, maar voor de toekomst, je bent gewoon geen persoonlijkheid. Want je zou vanaf de buitenkant denken, ik denk dat heel veel mensen dat ook denken, dat je echt als een koning wordt behandeld. Ja, nou ja, ja voor heel veel mensen zal het ook zo voelen hoor, want je wordt fichi, je wordt gedaan en zo, maar ik bedoel, dat doe ik nu al 3 jaar, dus dat is op zich voor mij niet heel bijzonder. Nee. Alleen je bent wel gewoon een soort van een nummertje, je bent een van de velen. Space of T-Mac, daar heb je Space op gehad. Ja, Space, omdat Space is natuurlijk gewoon mijn roots. Ja. En T-Mac heb ik af en toe gepresenteerd en het is meer Thomas dingetje. Ja. Space heb ik gewoon 3 jaar in gezeten, heb ik echt mijn hart en ziel in gestopt ook. Ja. Vind je jammer dat Space gestopt is? Ja, vind ik wel heel jammer. Ja? Uiteindelijk heb ik er wel zelf gekozen om uit te gaan natuurlijk. Ja, dat was echt meer mijn deel. En het was gewoon niet meer wat het was. Ja. Dus toen, ik zat er heel lang in hè. Maar je hebt sowieso ook gewoon even iets nieuws om je heen nodig. Ja. Om er weer even een nieuwe start te maken. Ja, dat vooral. Als je individueel verder wilt, moet je op een gegeven moment uit Space. Maar ik sluit niet uit dat ik ooit weer terugkom. Nee? Nee. Zou je dat leuk vinden? Stel, Thomas zou je over 3 jaar vragen. Ja. Om toch gewoon een seizoen weer of een jaar weer mee te doen met Space. Zou je doen? Ik denk als ik dan individueel steady ben en ik kan mijn eigen dingen blijven doen, dan zou ik ja zeggen. En het hangt eraf wie er ook in meekomen. Ik heb al met Thomas daarover gepraat hoor. Ja? Niet per se om nu terug te komen, over de toekomst. Ik denk dat Space echt niet klaar, want het concept is gewoon hartstikke slim en het werkt altijd. Vind je het niet nu kut, want er komen nu natuurlijk nieuwe jongens in Space? Ja, dat heb ik tegen hem gezegd. Hij moet niet, ik vind niet dat hij nieuwe jonge guys erin moet stoppen. Word je vaker herkend door TikTok of door Space? Nee, ik word vaker herkend als Mellesgram. Waar ik echt heel blij mee ben. Dat is echt wat je wil. Ja, dat is echt wat je wil. Maar af en toe ook meer van TikTok dan van Space. Space is amper meer. Het is echt TikTok. Echt? Ja, het is echt TikTok. Man. Ik had juist verwacht dat bij jou nog echt heel erg Space Het is echt TikTok of Mellesgram. Ja? Single of een relatie? Dat jij volgens mij single opgeruimd. Zeg eens single. Je zei, het lijkt echt op zingen. Zeg het eens. Wacht. Nu ga ik echt zingen zeggen. Single. Ja, doei. Je snapt toch godverdomme wat ik wil als ik een relatie er tegenovergesteld zeg. Relatie, 100%. Ik ben een relatiepersoon. Ja, ik heb ook alleen maar relaties gehad. Hè. Ik heb ook nooit seks gehad met een meisje waar ik geen relatie meer heb. Echt niet? Nee, heel veel mensen denken ook dat ik een fuck. Als ik op een feestje aankom, denken ze, hebben ze met heel veel meiden geneukt. Nee, dat dacht ik ook. Dat is toevallig. Jij was ook verbaasd. Dat is toevallig. Van het weekend waren we toevallig even samen. En toen bespraken we dat. Ja, dat was echt een shock. Ik dacht, maar hij heeft met zoveel meiden het bed gedeeld. Echt, maar met 2 meisjes het bed gedeeld. En ik weet niet of ik daar blij of niet blij mee ben. Ik heb ervoor gekozen. En ik kan gewoon, ik denk dat ik seks gewoon veel meer leuk en spannend vind als ik gewoon niet verliefd ben op iemand. 1 miljoen abonnees op je eigen kanaal of standaard mogen lopen voor Dior? Ik denk 1 miljoen eigen kanaal. Dat is meer als je kijkt naar je relevantie, denk ik dat het ook die kanaal is. Denk je? Want er zijn, ik zie bijvoorbeeld ook op Instagram en zo, zie ik best wel veel, ja, dus eigenlijk influencers die bijvoorbeeld 700.000 volgers hebben of zo, maar die maar 120 likes krijgen. Ja, dat is gewoon diepte. Dan ben je gewoon niet relevant. Dus uiteindelijk cijfers vertelt niet je relevantie of zo. Oh zo, nee, maar ik denk... Inderdaad, maar dat is dingen. Ja. Op YouTube, als jij heel veel volgers hebt, dan kom je er sowieso op in het algoritme. Dan wordt sowieso je video wordt aangespoord op YouTube, waardoor het wel views gaat krijgen. Ja. Je zal als iemand met 1 miljoen views als een video uploadt, hoe slecht ook is, zal het sowieso een tonnetje of 1, 2, 2 krijgen. Ja. Dus je hebt liever toch wel je eigen kanaal. Ja, en het geld. Je verdient zoveel meer dan met die 1 miljoen. Is geld belangrijk? Hè? Vind je geld belangrijk? Tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Daar doe ik het nu niet voor, maar tuurlijk. Ik merk, ik wil ook naar Amsterdam een woning huren. Ik wil ook kunnen leven. Geld heb ik ook vooral nodig. En dat is op dit moment mijn prioriteit. Ik ga binnenkort een bijbaantje doen puur om geld te hebben voor mijn content die ik kan maken. Nice. Je kan gewoon niet de beste content leveren zonder budget. Nee. Dingen kosten gewoon geld. Maar wat is je grootste droom? Echt voor nu op jezelf gaan wonen? Grootste droom is een bepaalde situatie. Mijn grootste droom, en ik denk dat sommigen het wel echt wel gaan snappen. Mijn grootste droom is op een balkonnetje. Ja. Met heel mooi uitzicht. Ja. En dan links mijn beste vriendin, mijn beste vriend. Ja. Ja. Echt mijn maatje voor het leven. Rechts. Mijn vriendin of mijn vrouw, waar ik weet dat waar het gewoon echt fucking goed zit. Dus je hebt gewoon geen issues. Het is gewoon met de grond van je hart ben je gelukkig. Ja. En dan mag je wel in, gewoon met een jointje. Lekker weer. Een jointje.
En dan met een muziekje op. Dat is mijn die situatie mijn grootste droom. Die, ja? Die intens van gelukkigheid dat ik dan ga voelen. Dan nooit meer seks of alleen nog met jongens? Ja, op dit moment denk ik nummer seks. Ik ben gewoon niet, denk ik. Ja, het is echt wel een lastige man. Dan nooit meer seks oprecht. Echt ja, heel fijn. Ja. Maar ik zie mezelf ook niet. Ik weet ook niet of ik het kan. Ik weet ook niet of ik zeg maar, dat is niet onaardig bedoeld. Ik weet niet of ik gewoon me aangetrokken kan voelen tot een man. Dus ik weet niet of het zou lukken. Nee, lijkt me ook best wel lastig. Kijk, ik kan me natuurlijk niet voorstellen om hetero te zijn. Dat is voor mij natuurlijk weer. Maar stel iemand zegt. Anders. Stel jij, nooit meer seks of alleen met vrouwen? Ja, nu ga je hem terugvragen. Dat is echt lastig. Dat is toch gewoon lastig, hè? Ja, het is echt een hele lastige. Want je weet ook niet of je überhaupt seks kan hebben met een vrouw. Ja, ik heb het wel eens gehad. Ja, maar dan moet je. Jij zou nu verjagen moeten tik of zo, denk ik. Zou je een stijf krijgen met een vrouw? Weet ik niet. Denk niet. Ik denk niet dat ik een stijf kan krijgen van een man. Nee, ik snap hem wel. Als je hem nu zo terugvraagt, dan kan ik hem wel eerder begrijpen. Nee, ik zou dat ook niet kunnen. Nee. Nee, zou ik ook niet kunnen. Nee. Dan denk je maar rechterhand, toch? Nooit meer sporten of verplicht 3 keer per dag? Ja, verplicht 3 keer per dag. Ja, want je vertelde me net al. Ik zou het niet zo erg vinden. Nee, je vertelde me net al toen de camera eruit stond dat je 5-6 keer per week spoor. Ja. Hoe dan? Ja, hoe hou je het vol? Ik vind dat leuk, man. Ik word wakker en dan ga ik lekker douchen, ga ik mijn vitamines nemen, lekker eten en dan gewoon naar de sportschool. En dan na het sporten ben je lekker fit en dan kan je gewoon door met je dag. Ook echt bijvoorbeeld voordat je iets gaat doen of zo, even sporten om even wakker te worden of zo? Meestal wel. Je niet om wakker te worden, je wordt niet echt wakker, je wordt meer moe van sporten natuurlijk. Alleen ik doe krachttraining, pas als ontbijt is gewoon sporten ook even wat je gewoon even doet. Ja, echt? Ja, maar ook gewoon omdat ik heel erg een doel heb. Maar je houdt ook echt rekening met je voeding, toch? Ja, probeer ik wel heel erg te doen, ja. Maar ook echt voordat je gaat sporten, neem je standaard shakes en zo, ja, toch? Ja, ik zit nu wel rond de 3.600 calorieën per dag. Tering, dat is veel, gek. Dat is wel denk ik de helft dubbele van de gemiddelde mens, Dat is echt bizar veel, want wat is gemiddeld? Voor een man is dat toch 22? Ik denk rond de 22, 22. En de vrouwen denk ik niet eens 1500 op een dag. Jawel. Het houdt toch wel 1800 of zo? Ja, maar heel veel vriendinnen die ik spreek doen niet eens 500 calorieën per dag. Nee, tuurlijk niet. McDonald's, fix je fucking. Het rietje is gewoon gebroken. McDonald's moet echt zijn rietjes gaan fixen. Ik word hier echt zo verdrietig van. What the fuck? Je hebt wel echt aan gepulkt, hoor. Ja, dat wel, maar even serieus. Ik drink gewoon door de rietje en het hele rietje wordt slap. Het is gewoon. Ja, daar heb je toch gewoon geen kut aan. Het is gewoon gebroken. Check hoe zielig het is. Dit is kapot zielig. Een eigen programma of in een bioscoopfilm spelen. Ik weet niet meer wat je daarop had geantwoord. Volgens mij zei ik eigen programma. Ik weet dit ook eigenlijk helemaal niet. Het is echt een te moeilijk. Want bioscoopfilm wil ik echt super graag. Binnen nu in een jaar geloof ik ook in dat het misschien wel lukt. Ja? Waarom wil je dat zo graag? Sinds eigenlijk na deze zomer ben ik gewoon in het leven veel anders gaan staan. En eigenlijk op een manier van dat je gewoon oprecht alles mogelijk is. Zolang je daar echt hard voor werkt. En ik denk toen, sinds ik zeg maar die broer die shortfilm heb gespeeld. En dat is toen, dat draait nu in Pathé in en zijn festivals gestuurd. Denk ik, wow, het is echt mogelijk. En ik denk gewoon, zeg maar, toen ik 13 was en je had aan mij gezegd dat ik een ton op Insta zou hebben en zo, had ik ook niet geloofd. Nee, dus zit ik hier. Ja. Dus alles kan. En een bioscoop is echt gewoon te doen, denk ik. Ja, maar vind je dat niet nog leuker om een eigen programma misschien te hebben? Want ja, dan heb je eigenlijk ook iets voor jezelf waar ook naar bekeken wordt. Ik denk dat een eigen programma al heel erg mogelijk is. Mm-hmm. En dus als ik. Dus maar ik denk ook dat echt op tv wel, of zo. Dat is wel anders, dat is wel lastig, denk ik. Maar dan gewoon een programma wat jij echt presenteert. Gewoon jouw programma. Oeh, zijn we allebei dromen. Net als bijvoorbeeld, je hebt nu Chantal's Pyjama Party, geloof ik. Ja, gewoon zoiets. Ja, gewoon zoiets. Echt van Melle. Oh, de. Wow, ze zijn echt allebei dromen, man. Ik weet het. Wow. Dat jij het programma gedaan. Ja, 100%. Ja. Omdat bioscoopfilm, kijk, ik hou van acteren. Ik vind acteren wel leuk. Maar het is niet wat ik de hele dag door doe. Presenteren past denk ik meer bij mij. Ja. Maar echt een eigen programma is gewoon lijkt maar me de reden dat ik uiteindelijk in space ben gegaan, is omdat ik wil acteren. Mm-hmm. Als origine ben ik als 13-jarig jochje op theaterles gegaan, omdat ik acteur wilde worden. Echt? Maar je bent in space gegaan omdat je wilde acteren? Ik ben in space gegaan, maar ik denk dat mijn kansen toen groter lagen om. Nou ja, space was ik op een gegeven moment geswitcht van oké, ik presenteer voor ook wel leuk en ik ga het gewoon doen, weet je, dat was gewoon een kans voor mij. Was je al bezig met dat soort dingen voor Space? Ja, ik maakte al op mijn Insta al dilemma op mijn stories en ik ging al babbelen alsof ik volg. Vrienden van mij vond alsof je influencer was. Vrienden van mij vond het ook super irritant altijd, want dan zeiden Mel, je hebt 800 of 1000 volgers. Ja. Ga nou niet, het is een beetje ongemakkelijk dat je nu dit allemaal doet voor je volgers. Ja, precies, maar ga dit broodje halen, want het is echt super lekker. Ja, kijk, ik ben nooit, nu zie je mij ook, ik ben geen, ik vind dat ik geen influencer ben. Ja, ik, kijk,
Kijk, het is gewoon... Je ziet mij nooit kortingscodes hebben. Ik ben niet, ik ga dit doen. Ik heb zo lekker geslapen vannacht. Nu een lekker kopje thee. Ik heb het zo verdiend. Nee. Je ziet me alleen maar kloten en alleen maar gewoon gekke dingen doen die eigenlijk niet gezond voor je zijn. Je bent wel de definitie van een influencer. Je hebt een ton op Instagram, meer dan een ton op Instagram, geloof ik toch? Ja. Je beïnvloedt kinderen. Op het moment dat dan ben je eigenlijk een influencer. Ja, dat is waar. Ik wil gewoon mezelf zijn. Ja. Gewoon, ik wil dat als jij mij ziet op Insta, dat je gewoon me leert kennen. Je weet wie ik ben. En, en ik denk ook dat het nu het geval is. Als je mij nu opzoekt op YouTube, of dan zie je gewoon mijn persoonlijkheid naar voren komen. Ja. Ik lieg nooit, ik ben altijd heel eerlijk. En ik wil gewoon eigenlijk dat ze gewoon Melle zien als een guy die gewoon oprecht zijn leven leidt. Die een feestje niet verkeerd vindt, maar ook gewoon echt serieuze kanten hebt. En serieuze dingen kan aanspreken. Ik ga echt niet goed op die een feestje niet verkeerd vindt. Ja, toch. We hebben al zoveel feestjes gehad gewoon. Ja, een feest wel iets te veel, maar we zijn ook jong, hè. Ja, het mag ook wel, hè. We moeten ook niet te serieus gaan. Dit is het moment dat je gewoon moet feesten. Ja, zeker. Dit is de leeftijd. Over 10 jaar heb je kinderen, dan heb je er spijt van dat je niet oprecht, ga feesten wat je wil feesten, maar doe het niet dom. Ik heb altijd als ik even drink en dan ben ik heel dronken, maar ik op een gegeven moment misselijk. En dan doe ik even een tactic barfje, noem je dat? Ja, ja. Ga je dan verder met drinken daarna? Ja. Kan je dat? Dan stap ik gewoon door, ja. Nee. Maar dan ben ik niet meer misselijk en dan kan ik gewoon doordrinken. Als ik heb gekotst, heb ik zo erg die kotsmaak in mijn mond dat ik niet meer kan drinken. Een bier is wel lekker dan. Maar ik drink sowieso geen bier. Oh. Ik vind het zo vies. Baba. Je ouders seks zien hebben of zelf betrapt worden? Ik ben al zelf betrapt een paar keer, dus dat mag wel nog een keer gebeuren. Ben je betrapt door je ouders? Ja, man. Hebben ze je echt gezien? Ja, mijn pa. Niet met seks nog. Dat zou ik wel heel ongemakkelijk vinden met mijn vriendin, maar wel gewoon afgetrekken en zo. Ja, echt dat je pa binnenkomt, dat je gewoon pa gaat slapen. Ja, want in mijn familie zijn we heel erg. Verkeerd riedeltje, want nu ga ik zeggen heel erg open. Dus het lijkt alsof dat mag. Nee, dat is natuurlijk. Dat hoort niet dat je het ziet. Maar we zijn gewoon heel erg beste vrienden van elkaar. Ik en mijn ouders. Dus je vertelt wel gewoon tegen je ouders als je bijvoorbeeld seks hebt gehad met een meisje of zo. Ja, ja, maar ze hebben ook af en toe gewoon gehoord. Ja, echt? Dat ze dan gaan tandenpoetsen, loop ik gewoon de liefde te bedrijven met mijn vriendin. Ja. En dan hoor je natuurlijk gewoon gekreun. Ja. Ja, dan kan je ook dit doen, maar dan moet ook ademhalen, snap je? Ja, je kan er moeilijk gaan stikken. Beetje. Gewoon een klap op mijn kop, nee. Toch maar liever zelf betrapt worden. Ja. Meedoen aan Ex on the Beach of Adams of Eva? Je zei Ex on the Beach. Sex on the Beach. Ja, niet heel Nederland hoeft mijn grote lul te zien. Dus. Maar ben je niet bang dat... Wat is dat ook voor antwoord? Ben je niet bang, zeg maar, dat als je meedoet aan Ex on the Beach, dat gewoon echt je carrière, gewoon je naam, gewoon echt schade oploopt? Maar ik denk dat het heel erg afhankelijk is hoe je erin stapt. Ik denk als ik er aankom... En een beetje jeugd Nederland weet al wie ik ben. Dat het gewoon heel veel, dat ze ten eerste een beetje uitlachen, wat ik snap natuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar ik denk als ik gewoon aankom en ik ben gewoon de intelligente, slimme, verstandige van de groep. Denk je dat je dat kan? Als je zoveel meiden hebt, stel je krijgt de kans om 3 meiden te... s'avonds. Zou je het nee kunnen zeggen? Het komt wel op tv uiteindelijk, valt altijd terug te kijken. Je ouders zien het ook, hè? Ik vind het wel hard. Echt? Ik vind het oprecht. Ja, kom op. Je komt daar toch om te neuken. Maar ja, kan je niet op een andere manier aan seks komen dan een Ex on the Beach mee te doen? Ja, tuurlijk wel. Ook wel. Maar ik denk aan Harry Snijder nu. Hij heeft het prima voor elkaar. Nu prima imago ook gekregen. Best wel goed teruggeklapt heeft hij. Best goed gedaan. Maar ik zou het niet doen. Ik zou eerder aan een Love Island mailen doen. Dat wil ik oprecht wel doen. Dan is het gewoon oprecht op zoek naar liefde. En dan alleen maar mooi. Alleen worden wel echt gewoon hele mooie mensen worden uitgekozen. Ja, zou je daar mee willen doen? Als ik die eer krijg. Heb je ego stelen? Nee, zo bedoel ik niet. Als ik die eer krijg en ze vinden dat ik goed genoeg ben. Dan zou ik best wel mee willen doen. Ja? Maar daar moet je volgens mij 21 voor zijn. Echt? Nee, want die Hugo Das of zo, die deed toch ook mee? Nou, dan ga ik misschien, dan doe ik misschien auditie. Meteen. Ja? Zou je het doen? Ja. Nou, wie weet, zie je me mellen. Als ik nu een laptop had, had ik het nu gedaan voor je video hoor. Ik heb nu auditie gedaan voor Love Island. Nee joh, daar moet je echt goed over nadenken. Niet zomaar dingen doen. Dus kinderen, als je nu in je zolderkamer zit, ga niet aanmelden voor Ex on the Beach. In de hoop dat je mellen tegenkomt op het eiland. Nee. Echt niet doen. Ex on the Beach moet je echt niet doen. Nee, natuurlijk niet. Maar slapen met Chantal Jansen of Duitse Cruz? Ja, Chantal Jansen is mijn voorbeeld. Dat is mijn. Dit is alles. Ja, Chantal Jansen is ook echt mijn voorbeeld. Ik vind haar zo tof. Zij is gewoon exact wat je wil zijn. Ze is allround. Ze bleef een film spelen en ze heeft haar eigen programma's. Ja. Ze is ook een beetje hoe ik begonnen ben met musical les. En toen is ze uiteindelijk ook gewoon overgegaan naar het presenteren en eigen dingen krijgen. Dat is ook wat ik wil. Ja, ik hou echt van Chantal Jansen. Is dat echt je grootste voorbeeld qua BN'er? Ja, ook met wanneer ik audities doe en ze vragen wie is je voorbeeld. Dan zeg ik Chantal Jansen. Oh nee, ik vind Fred van Leer ook echt. Ik ben echt verliefd op Fred. Dat snap ik voor jou ook wel. Ja. Dat snap ik wel. Ja, oké, tuurlijk. Alleen heel veel respect voor zijn eigen persoonlijkheid. En dat is wat je moet creëren. Ja. Je moet een persoonlijkheid krijgen. Klopt. Individu zijn. En dan denk ik wat je er komt. Heel mijn raam is beslagen. Oh, we kunnen piemels op het raam gaan tekenen. Dat is wel leuk. Gaan we piemel op het raam tekenen?
Dit is zo dom. Zijn cammy is gewoon leeg en dan moet ik hem nog uploaden. Au je bek, jongen. Dus hij moet heel snel nu gaan zeggen. Mijn camera is leeg, mensen. Ik moet zo meteen sluit hem maar vast opnemen. Af. Sluit hem maar vast. Mensen, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik vond het echt fucking hard om met Melle op te nemen. Dankjewel dat je mee wou doen. Wat de fuck lul jij allemaal? Dankjewel dat je mee wou doen. Ik zie jullie volgende week weer met iemand anders. Jongens, zijn cammy is gewoon op en dan moet hij dan nog wat opnemen.